Faut de wat ik wisse. Is klaar te bij nu wacht. Huis op stotten staat, staan zij voor u paraat. Vanaf een uren wacht, tot midden in de nacht. Gewapend met de haan, verbouwen zij uw kamer. Dus bel ze even op, ze slaan de spijkers op hun kop. Is klaar terwijl u wacht. 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 Dat was de laatste herinnering aan die Rotterdam belastinginspecteur. Wat een misselijke kerel was dat. Nou, geef mij dan maar 10 keer liever Ronnie. Ronnie? Ah, houd op, man. Die vent die mag voor mijn ogen ook niet zien. Oh nee, die mag toch wel voor die ogen niet zien, hè? Nou, als er een is die die rotklusjes opknappen moet, die toch zelf niet doen wist, dan is Ronnie er weer goed voor. Ja, dat is waar. Anders had hij al lange schoppen als je hoofd had. Tony, en bedankt weer! En we gaan toe! Hey, die Ronnie! Dank je weer wel! Wat ben je vroeg, joh? Ik ben Silen. Volgens mij had beter een paar tellen later komen kennen. Oh, wat... Hou je bek, Dirk. Waar houd je je domme, vette rotkop om die rommel naar boven te gooien? Ik had wel hartstikke dood kunnen zijn. Shit, is het levensleuk, wat jammer niet. Wat bedoel je daarmee, Jouke? Ik had wel dood kunnen wezen. Laat maar wel een kantje, dat zal er mij maar weer. Wat bedoel jij daarmee? Waarmee? Met wat je daarnet zei. Nou, niks specifieks, hoor. Jongen, dat bedoelt Jouke helemaal niks mee. Dat bedoelt Jouke wel wat mee. Tien, hoe is het dan met die? Hou even op en laat me los! Ho. Nou, King, gaat het er alweer wat met? Nee, het gaat helemaal niet, Dirk. Ik had vandaag al helemaal geen zin. En dan dit er ook nog eens een keer bijna. Gezellige dag wordt het weer. Hé, hoe zo geen zin? Hou toch niet meer van ons, King. Maar slaat dat wel weer op, Jouke? Dat bedoel ik helemaal niet. Wat zit je dan om te grijnzen? Ah, dat kopje van die heet. Ik had vandaag geen zin om te gaan werken. En dan die koppen van jullie nog bijna. Gezellige dag, hè? Nou moest je eens even goed aan ons luisteren, jongen. Want wij willen dat de hele dag al opruimen voor die, hè? Want dat rotkantoor van die, dat moet gewoon, hè? Ja, dat moet opgeruimd worden. En dit is dank voor dank. Dankjewel. Weet je wat jullie eens een keer moesten doen? Jullie moesten jullie zelf eens een keer gaan opruimen. Bijvoorbeeld door jezelf in die container te sodemieten. Had ik ook eens een keer rust. Dan gaan ze even naar de kant. Hé jong. Die kan ook nergens meer tegen. Wat een stuk zagerij niet. Hé. Wil je dat nooit meer doen zonder mij dat te laten weten? Weten? Nou, rustig maar. We zullen nu niet. Wat moet je? Nou, ik heb een afspraak voor je gemaakt. Afspraak? Wat voor afspraak? Nou, bij de psychiater. Daar zou je toch heen om te praten? Ach, en wanneer is dat? Nou, straks. Over een uurtje. Uurtje? Nou, ik hoop me dat dat helpt. Ik ben helemaal panisch geworden door dat... Klussenbedrijfje. Het is een hele goeie. Naast haar psychiatrische praktijk doet ze ook heel veel aan handopleggingen. En houdt ze haar bezig met het occulte. Occulte? Wat is dat, occulte? Ja, van het paranormale. En heel veel verstand heeft ze ook van voedoe. Voedoe? Is dat niet met die poppetjes? Poppetjes? Ja, dan ga je het in prikken met een naald. En dan dat kan je mensen heel erg mee pijnigen of zoiets volgens mij. Nou, dat zal wel. Dat weet ik niet hoor. Nee. Wat een troep niet, hè? Was er niet mee? Wat een perde, man. Dat vond ik jong.
Ik heb het ook even wat rust. Moet ik nog zo'n probleem met alle lawaai? Dan moest eens een keer ophouden met het gezeik. Doe mezelf maar eens een keer wat rustiger wezen. Nou heb ik er genoeg van. Of jullie gaan weg of ik ga weg. Nou, dan ga ik zelf toch weg. Doei. Maar doet ook nog maar één jongen. Ja. Hallo. Ja, hallo, ik ben met mij bezig. Mij soms niet. Kom maar naar beneden. Hé. Wat de... Help, ook de... Hou me vast, ik val bijna naar beneden. Hé, hey, jongen, kom eens even. Precies niet wat er gebeurt. Help me eens even. Goed. Ik wil misschien niet wel wat er gebeurt. Ik ben met een anders bezig. Joke, schiet alles op man. Ik hou hem niet meer. Nee, ik ook niet. Dat komt dan mooi uit. We kunnen toch nog makkelijker van hem afkomen. Zeg gewoon dat het een ongelukje geweest is. Ik hoor het wel, Joke. Akelige vette rotkwal krijg je dan wel. Haal me hier weg. Oh. Ach, verdorie. Nou, vooruit dan maar. Maar voor de laatste keer hoor, hou ze nog maar even vast, kom maar. Nou, hou hem nog even vast. Ja, schiet maar op je. Wat doe jij nou? Ja, ik zal die even voor de zekerheid vastleggen. Dat kan toch veel gemakkelijker? Ja. Wat een flauwe kul is dit? Kom Dirk, wat doe je? Wat is het nou? Kom maar. Wat is het dan nou? Een vastbinnen. Waar kan die dan mooi hangen? Hebben we er ook weer last van? Hangen? Joke, hou me hier weg! Zeg, val ik toch naar beneden? Wat sta je nou stom te lachen? Het is wel een hoop lawaai, zo, hè? Ah, hey, daar weet ik wel wat om. Ik ben zo terug. Dus even... Joke, kom terug! Ik wil hier straks vallen naar beneden, Dirk. Wat doe ik? Kom terug! Kom... Oh, wat heb ik toch een hekel aan jullie? Joke? Wat ben je nou van plan? Zo is hij mooi rustig, ook niet aan. Ja, bel, dat zou ook wel leuk wezen. Dit is een bel. Een belletje trekken we. Goed vasthouden. De hele avond en de hele nacht. Ja. Daar hebben we de gestreste belastinginspecteur. Kom binnen. Gestreste belastinginspecteur? Nou, vertel het eens. Wat is er allemaal gebeurd? Heb je ook van die poppetjes? Poppetjes? Wat voor poppetjes? Van die voederpoppetjes. Je doet toch aan voedoe? Ja, maar daar komt hij toch niet voor? Daar kom ik wel voor. Hoe werkt dat? Nou ja, dat werkt met een paar spreuken en wat wierook. En iets persoonlijks van de persoon die u wilt helpen. Helpen? En verder? Nou ja, die spreuken die zorgen ervoor dat er iets met die persoon gebeurt wat u wil. Dus als ik wil dat iemand van de brug afpoept, springt, dan gebeurt dat ook? Nou ja, in principe is het daar niet voor, maar het kan wel. Nou, geef me dan een brief van die poppetjes. Die poppetjes kunt u zelf ook wel halen. Het gaat niet echt om het soort poppetje wat u gebruikt, maar om de combinatie van de poppetjes en de persoon die u wilt helpen. En natuurlijk een paar spreuken. Nou, geef op die spreuken dan. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Zorgvuldig mee omgaan? Volgens mij geef je ook niet altijd alles op aan de belasting. Nou ja, je vergeet wel eens wat. Misschien moet ik een wat doorgeven aan de belasting.
Hé, je moet wat voor mij doen. Je gaat naar het klussenbedrijf. Ja. Maar alleen maar voor jullie eigen flauwekul. Ik heb het niet. En trouwens moet je niet met de klus doen. Welke klus? Ja, dat bedoel ik nou juist. Jullie letten helemaal nergens op. Hè? En ondertussen maar een beetje rondlopen te praten en als aan het werk denken, ho maar. Dat vertikken jullie. Nee, dat heeft ons helemaal niks verteld. Jouke, ik heb toch... Ach, laat ook maar. Vorige keer had ik al verteld van die klus in het fitnesscentrum. Weet je nog? Daar weet ik helemaal niks van. En dat kennen we aan die rotkop van die kieken, hoor, wat er aan de hand is. Een rotkop, jou. Ja. Deze rotkop is toevallig wel de enige rotkop die jullie altijd de stront helpt. Anders was het bedrijf al lang failliet geweest. Rustig aan, jongen. Doe nou eens even rustig. Kan dan maar eens even mooi op die hele mooie stoeltje zitten. En vertel papa maar eens even wat ik doe met hem. Hé, Joke? Ja. En wat zit je nou stom te grinniken? Ik heb altijd het idee dat jullie mij de gekken lopen te steken. Waar zitten jullie nou zo stom om te grijzen? Dat je de gek aansteken? Dat zullen wij nooit doen, hè Joke? Nee. Oh nee? Ik bedoel, nee, beslist iets anders wij niet durven. Wat zie je het vies, joh? Heb je in de broek steken? Abba, dat is poep! Doet hij nou niet een beetje denken aan die vorige baas? Zodem je erop, Joker. Ik wil jullie hier niet meer zien. Jij ook, Dirk. Tot erop. Rustig. Het is maar een geintje. Geintje? Ja. Oh, die geintjes. Joker. Weet je wat een leuk geintje is? Wat je voor? Ik heb veel leuke geintjes. Hier. Ah. Vieze kwallen. Jullie zijn lopen dat bult een poep. Hier. Akelige vieze kwal! Hier! Alsjeblieft! Akelige vieze... Wat moet jij hier nou? Dat kan je gaat niet meer gooien, hè? Nee. Hou je bek, Dirk, en hou je bek, Jouke. En dat jij hier nog durft te komen, dat snap ik niet. Nou, natuurlijk durf ik dat. Ik geniet volle bescherming van de overheid. Geniet totaal bescherming van de overheid. Wat kom je hier nou eigenlijk echt doen? Wat is dit nou? Bedankt, hè? Tot ziens. Ben je wel gelopen met het hoofd? Wat is dit nou? Ze knipt onze kleren af, laat. Nee, jullie doen niet eens wat. Jullie staan alleen maar... Nou, wat voor... Stop. Weg. Helemaal weg. Wat was dat nou? Ja, dat weet ik niet, maar het was een leuke dag in ieder geval weer. Ja. Hier. Nou, rustig maar. Waar was die haast? Die haast, die heb ik omdat ik die akelige ellendelingen geen minuut... Schiet hem erop. Deze is van Ronnie. Die is van Dirk. En die is van jou. Lekker, dat twee. En nu? En nu? Nu gaan we die spreuken zeggen. En dan? En dan heb ik ze helemaal niet meer macht. Ik heb dat stelletje, ellendige tuig, dat stelletje zwartwerkers, helemaal in mijn macht. Dan kruist een mop niet, een mop moest kruiden, die moest vertellen. Bijvoorbeeld, ik zal die eens even vertellen. Het is geel, het vliegt door de lucht en het is heel scherp. Geen idee, nee? Sambal bij! Nou, dat vind ik dan niet moeraar. Ik vind hem hartstikke leuk! Ja, dat is helemaal niet moeraar. Dat moest hem even snappen, Joke. Ja, nou... Zijn jullie dan nog niet weg? Nou, en? Nou, en? Jullie hebben over 10 minuten een afspraak in het sportcentrum. Als jullie zo doorgaan, dan kunnen we wel ophouden met het bedrijf natuurlijk. He, jullie komen jullie afspraak niet na op deze manier. Nog één keer het hele bedrijf in de container sodemieteren. Vent, hou eens een keer op de suiker, daar word ik helemaal misselijk van. Nou, Joke. Ronnie kon wel eens een beetje geliek hebben, want wij zijn altijd te laat en straks hoeven ze ons niet meer. Flauwekul. Wij leveren goed werk, dus de mensen komen weer bij ons terug. Oh, wat een hoge dunk! Jullie leveren helemaal geen goed werk, jullie zijn een steltje prutsers! Dan moet je voorzichtig wezen, nou. Dan moet je even goed naar mij luisteren, want wij zijn een goede vakmensen. En als wij ons best doen, dan doen wij ons best. En dan laten we een mooi stukje werk achter, hoor. Dan moet je wel op rekenen. En als het ook niet werkt, dan is het een keer lieke goed doen, dan is het wij het doen.
Dan hebben we tenminste een knapbus. Dan komen wel die computers van bovenaf en zo, hè? Moet dat weer betalen? Ja, ik snap hem allemaal wel. Denk je nou echt dat jij hiermee je klussenvriendjes in je macht kunt krijgen? Klussenvriendjes? Dat zijn mijn klussenvriendjes helemaal niet. Maar met deze poppetjes, dan kan ik ze sturen zoals ik ze wil. Dan heb ik ze helemaal in mijn macht. Ik hoef alleen nog maar die spreuk te zeggen. En daar geloof jij in? Ja, dat is het enige waar ik nog in kan geloven. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik ook. Ik moest mij inleven, zei de psychiater. Daar heb ik weinig voor nodig. Armatiricum de laborati. Castraticum en barislamus. Kieken om een hoekie van die sluitspiricum. De viserati. Oeh, doe die slurisap. Was dat het? En nu? Was dat het en nu? Nu gaan we lachen. Lachen? Nou. Als dan nou eens gewoon die werk doet, zullen het horen. Jullie moeten jullie werk doen, dus je gaat al lang weg zijn. Dat bedoel ik helemaal niet. Oh. Dit bedoel ik. Sodemiet erop! Wat is dat nou weer? Wat is dat nou? Weet ik veel, ben je hem dronken of zo? Auw! Dat deed ik niet. Dat deden jullie wel! Ik ook niet hoor. Dat deden jullie wel? Ik zag het toch zeker zelf? Nou moeten jullie op sodemieten en wel heel snel. Want ik gooi alles wat hier in die werkplaats zit naar die rotkop niet. Jongen, wij gaan al! Ja, hoi. Hoi. Nou, dit is toch wel ongelooflijk! Eerst dat zeemrijtje aanpakken. Oh. Oh. Mietje, Pietje. Je hebt wel een behoorlijke hekel aan die Ronnie, hè? Hekel? Kijk dan op de krekel. Ik kan hem wel dood zien. Akelige. Mietje. Hoe het is hard wezen. Ja, dat dacht ik ook. Wachten we toch even. En die gekke Ronnie die zou dat opschieten moesten. Ah, dag heren, wat dachten jullie? Aan de slag? Hoezo, ben we te laat dan? Nee, we zijn overtocht 9 uur, dus tijd genoeg. Tien genoeg? Hangt er helemaal van aan wat we doen moeten natuurlijk. Nou, zo te zien moet er nog heel wat gebeuren. Hoezo? Maar voordat wij aan de gang gaan, eerst maar even omkleden, dacht ik. Omkleden? Omkleden, waar daar goed voor? Nou ja, zulke kleren aan, daar ga je een fitnesscentrum niet mee naar binnen. Jullie moeten een beetje sportief zien. We hebben helemaal niet op gekeken, beste man. Oh nee, natuurlijk niet. Nou, want ik dat weet, nou, dan had Ronnie de klusje mooi zelf doen kennen. Nou ja, ik heb er ook niet veel nog aan trouwens hoor, op deze manier. Ik heb nog wel wat liggen, dus kom maar mee. Nee, hier heb ik geen zin in, maar ik ga weg hoor. Joke, wacht nou even. Dit is extra werk, je kunt best. Dit is meer. Wat meer? Maar dan wel een heleboel meer, want dan wil ik er smarte geld van hebben. Hey. Goeie nog. Viespeuk. Ah!
Je hebt er helemaal geen lol aan. Je weet niet eens of het wel effect heeft. Wat jij er gelijk in. Zo is er niks aan. Kom, we gaan het even van dichterbij bekijken. Nou, we zien niet wat hij wil. Ja. Oei. Zit ook maar eens op, hè? Nou, laat dat maar staan, zeg. We hebben jullie voorlopig niet nodig. Niet nodig? Hoe worden wij nou maar door zonder onze speeltjes? Wij hebben hier alles wat jullie nodig hebben, dus kom maar mee. Waar willen jullie mee beginnen? Waar we mee beginnen willen? Jou zou nooit vertellen wat we doen moesten. Oké, nou, is goed. Kom maar mee. Wat nou? Gaat het een beetje? Nee, dat helemaal niet. Ik werd overal heen geslingerd, ik door de hele werkplaats en ik weet het allemaal niet meer. En ik wou het allemaal helemaal niet. Oh, dat is natuurlijk de schuld van die twee vetkleppen. Oh, of niet? Jawel, ik vermoord ze in ieder geval. Hier, de pilletjes. Ik hoef helemaal geen pilletjes. Waar zijn die twee dan? Ze moesten naar het sportcentrum te klussen, sportcentrum. Aha, het fitnesscentrum. Hallo. 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 Hey. Hallo. Ah. Hallo. Wat is er nou? Wat is dit nou weer? Rekening. Drie voederpoppetjes. Van die smerige, stinkende, akelige belastinginspecteur. Dat moet jou ook een Dirk krijgen. Hup, twee, drie, en hup, twee, drie. Wat doe je nou? Zitten blijven, doorgaan. Hoezo zitten blijven? Krijg het hele wereld maar met die hup 1, 2, 3. Wij zijn hier om een klusje te doen, niet om onze lichamen te verpesten. Och man. Nou, dat is hier met Durgen. Dan hebben we allebei een hartverknettering te pakken, joh. Ah, dit is hartstikke goed voor jullie. Hé, moet je nou eens kijken naar jullie. Twee vormeloze lichamen. Wat vormeloze lichamen? Dan moest je die even inhouden, want dan zal ik die eens even merken laten wat een vormeloze lichaam allemaal wel niet doen kan. Joke, rustig jongen, rustig. Even rustig blijven. Kalm blijven. Hoe zo goed voor ons. Moest je dan in eigen rode hassen zien, dan kan je direct wel beneden zoldermieter, man. Ah, dat valt allemaal wel mee. We gaan nou de loopbank op. De loopbank? Zie je wel niet? Oh, ik ken dat ding niet wat harder, dit is een begin tempo, man. Ja, een beetje hoger. Nou, jullie hebben allebei niet zo'n succesvol lichaam. Ga jij ook maar met die andere lopen? Helemaal niet, ik wil geen harder vallen, hè. Ik heb je verstand wel. Hè. goed zo. Tempo. Ja. Ja, hallo. Kan ik de belastinginspecteur even spreken? Met wie spreek ik? Met het fitnesscentrum. Fitnesscentrum? Zit jij op fitness? Het is voor jou. Hallo? Ja, hallo. Met het fitnesscentrum Sports In. Ik heb hier twee klussers van het klussenbedrijf Klaar Terwijl U Wacht. En ze zeggen dat ze geen belasting hoeven te betalen. Klaar Terwijl U Wacht? Ik wil je zo even terug. Oké. Niet te geloven. Ze zijn in het fitnesscentrum. Au. Nou. Dat wordt lachen. Ja. Oh, die belastinginspecteur!
die dikketje, die Dirk die staat op een loopband. Band. En Jouke die staat ernaast. Ah. Nou, daar. Daar. Kom hier met die poppetjes. Rustig maar. Niks rustig. Dat deed ik niet hoor. Dat deed ik niet? Nee, echt niet. Ik moet eerst even naar de wc terug. Kom hier. Dat wordt lachen. Oh, zo mogen jullie niet naar binnen. Jullie moeten jullie eerst omkleden. Zeg, hé, wat moet je met je snotneus met je pet? Geen verlet van de pet. Je hoort al wat deze meneer zegt, hè? Hij kan heel gevaarlijk zijn. En nou opzouten. Pet, niet te mieten. Omkleden. Dat doe je dus niet nog eens, hè? Oh, nee, moet jij opletten. En nou omkleden, zeg. Ik laat me zomaar niet slaan. Mensen die mij slaan, die maak ik af. Zonnewit erop je. Ja, nou ik wil een beetje bloed zien. Moet dat nou zo? Ik sla die hersenen in. Moet dat nou zo? Kan dat nou niet anders? Ja, dat kan wel anders hoor. Dat kan wel anders. Dat kan ook. Ga eens aan de kant, Mug. Nee, je moet deze sportkleding aan, anders kom je er niet in. Als jij dan niet gauw aan de kant gaat, dan zorg ik ervoor dat jij je puberteit niet meer haalt nadat ik je fel over je rotkopje heb heengetrokken. Oh ja? Auw! Oh, jij misselijke mensendraaider en rotkind. Oh, kom eens. Hier. Ja, dat dacht ik wel, hè? Voedelpoppeltjes. Wat een gemeentelijke rotsleek! Wat moet jij hier nou weer? Kijk, kan je ze terugpakken? Hoe weet jij nou dat... Ach, laat het maar. Hartstikke leuk. Ah, is helemaal niks aan. Nee. Nee, en Ronnie die heeft wat traag van begrip. Als jullie zo doorgaan, dan kunnen jullie straks... Dan zit je dat te grijns in jou. Kijk, loop een week op. Ik moest mij inleven, zei de psychiater. Dat heb ik weinig genoeg. Armatiricum. Nou, ben ik hier. Armatiricum de laboratie. Oh, spruitjes. Lekker, lekker. Op slot staan. Staat bij de hoek. Ja, maar. Ja, dan heb je wel tien keer liever on, hè? Ah!
Ja, gewapend met de haan, verbouwen zij uw kamer. Spel ze even op, ze slaan een spijker. Dat is poep! Dat is poep, dat vind ik vies!